zoveel stickers en zoveel auto's en zoveel artiesten. Ja, populair hè? Want ja, onze artiest van vandaag staat hier bij ons, tenminste van vanmorgen hier langs de A50 bij 202.5, dat is het hekwegpaaltje. En dat is bij, de, ja, bij een pompstation die we allemaal kennen, een grote ruimte. Doet er even als je langs rijdt, zou mooi zijn. Naast me staat Willem Mulder. Ja. Willem? Ja. Waar is Wesley? Ja, Wesley is onderweg nog, maar Wesley moest... Ja, die had eigenlijk een paar dingen die hij misschien wel vergeten was. Oh. Hij probeert nog even langs te komen. Dit is heel wazig wat je nu allemaal zegt. Zeg maar gewoon wat er aan de hand is. Wat nee, is er aan de hand? Nee, niks aan de hand. Wesley moest met de paarden op pad. Oh. En we hadden tussendoor nog wat dingen geschoven. Nou, een paar Mulder had een afspraak gemaakt met Radio NL. En die had misschien een paar dingen door elkaar gehaald. Ik ben blij dat het maakt niet uit. We hebben stapelstickers, we hebben veel auto's. We hebben hier een meneer staan die is hier speciaal naartoe gekomen. Ja. Zou jij die briefjes in willen laten vullen, die stickers op willen laten plakken? Ja, natuurlijk. En vertellen dat ze dan een camera kunnen winnen. Misschien, hè, volgende week, als ik allemaal wel uitgevoerd. Dus ja. Willem, ga je gang. Ik loop met je mee. Ik hou je niet van hoofd, want dan kom ik erin. En dan met Willem. Nee, ik loop even met je. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, leuk dat je er bent. John. Hoe kwam je zo op het idee en je denkt van, nou, laten we eens naar Radio NL gaan? Maar ik moest toch deze kant op. En ik hoorde bij Deventer hoor ik al dat jullie hier stoppen. Deventer, waar kom je vandaan, joh? Enschede. Enschede. Dus je had er al een ritje, ik roem het dan weer vroeg. Maar jij hebt er al een ritje opgezet. Vroeg een rit, hè? Ja. Hoe laat ben je opgestaan vanmorgen? 5 uur. Nou ja, gezellig aan de koffie. Gezellig koffie. En jij, mag ik zo'n mooie sticker op die mooie bus plakken? Die dat Rijnhoud is een hele grote witte bus bij, een hele grote. Is het, hoog en verlengd. Ja, hij is verhoogd en verlengd, ja. Het is van een bedrijf in Haaksbergen. Ja, oh, oké. Okay. Maar wat doe je in iets in deuren? Deuren. Ja. Door het vervoeren deuren. Oké. Okay. Nou Willem, de sticker, ik hou je koffie even vast. Je hebt een sticker, geef hem wel een pen en een boekje. En waar wil je hem hebben? Heb je een idee waar die moet? Het liefst aan de binnenkant. Oh ja, dan moet je doorrijden. Dan zijn we snel klaar hier. Of niet? Waar wil je hem hebben dan? Onder de kenteken. Onder de kenteken. We gaan het regelen. Ik heb ze niet langsrijden op die A5, dat draai er even af. Sowieso moet er even als je langsrijdt. Mooi, Pim. Moet zo even invullen. Kom op. De camera binnen. We gaan van 349 euro. Ja, dat is niet zomaar iets, dus we gaan zo even invullen. En zit de plakkerhandje, ik kan het dubbel vallen. Ja, zie je dat? Ja, kijk. Ja, dat is leuk. Heel veel aangedacht daar. Plakkerhandje. Ja, mooi is het. Mooi plakkerhandje. Ja. Je moet ergens zitten. De koude handen bij, zie je dat? Robin, goedemorgen. Koude jongen. Handen bij. Hoi, was je er weer? Ja. Ik ga hem erop plakken, mag dat? Ja, zeker. Ja, klap. Ja. Heb die man hem nog twee mee? Kan die ook nog even hernieuw plakken? Oh. Alsjeblieft, nog meer stickers, Radio NL, boekjes. Dank u wel. En ik wens jullie natuurlijk een hele goede reis voor straks. Ja. He? En, alvast een heel fijn weekend. Jullie een fijne uitzending. Dank u wel, leuk dat jullie er waren. Ja, graag gedaan. Hai. En wij hebben de koffie op, we gaan weer verder. Ja, gezellig. Hai. Dank je wel. Graag gedaan. Een cakeje gebakken. Doe maar bij de koffie. We hebben een cakeje voor ons gemaakt. Goedemorgen meneer. Goedemiddag. Hallo. Heb je cake meegenomen? Lekker voor bij de koffie toch? Ja. Die heb je gebakken? Ja. Gaaf, gaan we zo in de uitzending doen, oké? Ja, super. Oké, blijf even staan. Ja, super. Goedemorgen. Dag meneer. Goedemorgen. Wie bent u? Ik ben Kobus Bos. Ja, u komt ook even een sticker halen? Ja, dat mag wel eventjes. Ja, Willem. Ik denk het radio opstaan. Dus ja, super. Ja. Ja. Kijk, ik geef er alvast een paar. Goedemorgen. Ja, die plak even organiseren. Maar ik moet er nog één opplakken, mag dat? Ja, natuurlijk. Plak er weer eentje op. Waar mag ik hem plakken? Op de achteruit even. Op de achteruit, ja natuurlijk. Op de achteruit, ja. Ja, dat kijk, gaat goed Willem, hè? Ja, we gaan helemaal goed hier. Ik moet zeggen, gezellig zoals mogelijk. Jouw hersen. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Ja. Dan kun je even door, weet je wel. Dan, Ik kan nooit, hè? Oh, wat meer, jongens. Dit is helemaal fantastisch, hè? Kijk, een paar prachtige notitieboekjes Radio NL. We hebben ook een pen erbij. Als u dit in wil vullen? Ja, tuurlijk wel. Dat is even belangrijk, want we hebben natuurlijk ook nog een camera straks die verloten wordt. Oké, vul ik even in. En als je het invult? Ik
er een deur mee om die prijs te hebben voor. Koud maar, die wil niet meer. Ja, dat bedoel ik. Leuk dat u er was. Onderweg. Onderweg naar het. Ja. Wat doet u daar? Ja, ik zit daar in de ontwikkeling. Oké. Okay. Dus, ontwikkeling van baby's. Van die wond. Ja, maar pas dan maar waar. Pas dan maar waar. Ik rij met je mee. Zou je mee willen nemen? Ik rij met je mee. Hij is er al hoi. Oké, goedjes. Yo. Ontwikkeling van baby's. Ja hoor. Zo gek. De cameraman, hoe heet je ook alweer? John van Beek uit Apeldoorn. John van Beek, die staat hier te filmen zodat we dat later allemaal terug kunnen kijken. Dat ziet er wel spectaculair uit, want er zitten grote lampen. Kijk! Het is net alsof van RTL Shownieuws of zo zijn, weet je wel. Jongens, toetreden van je langzaam. Willem, hier staat nog weer een volgende klant. Ja, ik moet zeggen, die was al vroeg. Ja, we waren vroeg vanochtend. We zijn onderweg naar een bijscholingsmederij. Ja. En daar hebben we een haapje eten en dan gaan we verder. Nou, je hebt ook wel even op ons moeten komen om te vangen. Bijscholing voor de roestmederij. Ja, ja nee, dit is zeker in het jaar, dat is altijd in. Nou, zit ik in Arnhem, in Burgersoen, zijn we nu onderweg naartoe. Ja, ja. Nou, moet je best even bellen, misschien kun je. Ja. Hè? Ja, maar wie bent u? Antonie te Armstok. Waar komt u vandaan? Rijssen. Oké, okay. Deze grijze prachtige bus. Ja. Ja. En dat zit daarin? Die is compleet ingericht voor de roestmederij. Nou, mogen we even kijken? Ja, zeker. Radio natuurlijk, probeer het even te opschrijven. Oh, wacht even, de klachten. En zo mag er eens even een sticker op plakken. Ja, ik sta hier op de plakje. Ja, zeker plakken, maar ik vind dat ik ga vragen. Oh, kijk, dat Renault, dat vind ik niks, hè. Dat vind ik niks. Hij plakt het over. En dan hadden we nog iemand, dat is meneer Geleven. Die kwam met cake, Willem. Ja, ik weet niet meer, maar kijk eens. Kijk jongens, we hebben file op de A5. Ja. Kijk, ja. Dat is toch wat. Oké, okay, maar deze meneer, vragen we, want Jaap, hè? Ja, cake meten over ons? Ja, zeker. Lekker bij de koffie, hè? Kom je daar zo bij? Ja, zomaar, hè? Snelle ingeving. Leuk, man. Lekker. Ik heb voor onze hoefsmid nog... kun je al je afspraken bij op zo'n mooie Radio NL? Ik heb nog een pen. En als je wilt, zou je dit even willen doen? Ja, ja, dat is wel belangrijk. Hè? We gaan er wel door. We gaan een mooie camera. Kijk, we gaan het doen. Hey, leuk dat je er was. Goede reis verder. Bedankt. Ja, super. Goed. We hebben goed komen hier bij Apeldoorn, of tenminste Apeldoorn richting Arnhem. Bij hectometerpaal 202.5. Afslag De Brink, pompstation. Kom even langs. Om eens toe te rijden. Ja. Zo even daar naar Van Mieren gaan. Ja, maar die kan wel. Toetrouwen, mooi. Ga erbij horen die toeter, meneer. Kom. Alles op. Wat is dit dan? Goedemorgen. Jullie komen een sticker halen op deze bus. Ja, laten we dat niet doen. Nee? Dit is wel bijzonder. Blijf even staan. Ja, jullie helemaal op de radio halen. Ah joh, wat een licht. Ja. Ja, zet hem hier maar een beetje aan de kant zo. Hier een beetje zo. Jullie komen ons toch niet halen, hè, hoop ik. Nee jong. Ik heb een andere vissers in gedachten. Wat toch de uitdaging. Wat zei je, Kevin? Nou, hier staat een begrafeniswagen. Nee, dat weet ik niet. Ligt er iemand in? Dat kan niet, hè? Nee, dat wil ik ook niet weten. Hè? Nee. Ja, dat kan niet, jongens. Daar gaan we ook niks mee doen, denk ik. Dan gaat die man gewoon... Nou, we kunnen wel zeggen... Ja, ja, je kan hem straks vragen waar hij onderweg naartoe is. Maar. Goed. Idol, denk ik. Een heel aparte tour, dus. Wel fan, denk ik. Het is koud. Ja, dat kan wel goed. Hoe? Ik kan slecht op de bus plakken. Ja, dat moet niet doen. Ja.
proberen over de straat. Ja, arm in arm hier, hè. We zijn aan het, bijna aan het walsen, hè, zo denk ik. Ja, het walsen op Milan en Beden. We gaan ja, die vrouw in het voelsen. Ja, misschien morgen. Ja, misschien morgen. Ja. Lopen nu voelsen in. Technisch mogelijk fantastisch. Oh ja, hier is het even wat van haar. Ah, ook van meneer. Dat u, meneer, zit al aan een sociaal ding. Ik zit aan mijn sociaal ding, ja, wat dat betreft. Leuk. Ja, mogen we ook even een boekje en een sticker en zo geven? Dat is misschien wel even leuk. Ja, dat is alsjeblieft. Maar wie bent u? Ik ben Kees Heuvelink van Beek. Ja, u heeft een net pak aan, ik ben vertegenwoordiger. Ik ben mede-eigenaar van deleaser.nl. Oké. En ik verzorg financial lease voor ondernemers. En u doet ook de PR, begrijp ik? Ik doe de PR. Ja, ik hoor het, ja. We gaan even de stickers weer uitleggen. Waar is die mevrouw gebleven die de boekjes wil hebben? Net die ik wil even papieren, maar ja. Fijn. Ik leg er ook wat stickers bij. Maar voor de mensen die dit horen en denken van nou, ik wil ook wel even een sticker hebben. De camera die dat eruit heeft, bij 202.5, dat is afslag. En je spiekbrief. De brinkerlijn staat op mijn hand. Ik schrijf de hele hand staat vol. We zijn al een week bezig, zie je? Maar ja, Willem Mulder staat hier van Mulder en Mulder. Jullie gaan een nieuwe single doen, hè? Ja, ja. We hebben hem al klaar eigenlijk. Dus hij zit eraan te komen. Wat heet hij dan? Ja. Ga ik niet vanaf. Oh, dat mag je er niet van. Ja, maar dat komt nog wel. Duur is nog niet voorbij. Nee. Dat komt wel goed. Ja. Ja. Maar wie gaat er met ons mee? Hoe bedoel je? Ja, je zegt dat hoe heet. Hey, ga je met ons mee? Hey, ga je met ons mee? Zo heet hij? Ja, dat denk ik wel. Werkt die toe? Werkt die? Oh, dat kan nog even af. Ja. Nou, we gaan het straks even over hebben, Willem. Helemaal goed. Komen er al meer? Ja, er komen nieuwe auto's aan. Kom, we moeten weer naar buiten. Succes hier allemaal! Succes! Tot ziens! Ik heb wel fixplak. Dit is een planning geweest. Ja. Daar werkt het best wel. Daar werkt het best wel. Zo, soort. Nu gaan we het even. Kijk. Ik ga weer in de kamer staan, in de bus. Ja, nee. Jij bent wel druk met ons, hè? Ja. Of niet? Zeker. Zie je die snotneus ook steeds, of niet? Jazeker, jongen. Hey. Ja? Ja. Ja. Die camera is zo scherp. Die druppels... Ja. Full HD, hè? Anders is hij echt. Maar ja. Schuif. Ik zie ze ook trouwens. Ja, daar wordt ook druk geplakt. Geweldig, hè? Ja. Kijk. Van Heijssel is... ja, nee, dit nemen we live op. Heijssel is ook een goeie. Maar... Ik heb net zijn cd beluisterd. Ja, ja zeker. Ah, dat is gewoon geweldig. Als je in de auto zit en je hebt Hessel opstaan. Dat bedoel ik. Dat weet ik niet, dat is veel goed. Er zit alles in. Ja. Ik vind het mooi. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb wel zoiets van, dat had nog wel beter gekund. Dat was nu ook beter geweest. Dat is een blijvend proces. Ja? Ja. Ja. Ik luister altijd en denk, hey, misschien had ik dat moeten doen, misschien had dit, misschien had dat nog wel. Dat blijft, dat is alleen maar goed. Ja? Ja. Ja, op een... Je moet een keer de doelstelling is om iedere auto te voorzien van een Radio NL sticker. En dat is deze week goed aan de gang, kan ik je melden. Want ja, die worden gretig afgenomen, die stickers. Dan geven ze gratis weg over de gezet. En je kunt, als je de sticker opplakt en een foto wordt hier gemaakt, en dan kun je zeg maar een prachtige camera mee winnen. En dat doen we met artiesten, hè? Ons bestaansrecht, samen met onze adverteerders. En een van die artiesten staat hier bij me. Normaal gesproken zijn ze met z'n tweeën, Wesley en Willem. Van Mulder en Mulder. Willem Mulder. Ik las in jouw biografie de koninklijke onderscheidingen. Ja, klopt. Ja, dat was wel een heel apart om mee te maken. We hebben voor de hele oeuvre, voor dingen die we gedaan hebben, zijn we ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja, dat is een mondvol maar even op je dingen staan. Ja, dat kun je dan toch maar weer bijschrijven op je cv. Geweldig. Ja. Nou hoor je natuurlijk vaak dat jullie vergeleken worden met, of genoemd worden als nieuwe havenzangers. Is dat volgens jou ook zo? Nou ja, heel veel mensen, ik bedoel, in het land kom je mensen die je platen horen, mensen die je liedjes horen. Mulder en Mulder, dus ik word toch wel bekend van de havenzangerstrip. En misschien is dat ook niet verwonderlijk natuurlijk, want dat heb ik 30 jaar gedaan. En jouw handtekening zit erin? Ja, misschien jij zei het straks, misschien is dat wel de handtekening. Hetzelfde, jij hebt ook een handtekening. Ja, ik bedoel, als ik jouw liedjes hoor, dan heb ik dat ook. En dat is toch wel mooi weer om te horen.
Nou is het zo dat, dat jullie veel feest, ski nummers maken. Is dat bewust? Want je ging ook een keer de andere kant op volgens mij. Dat heb je ook een keer gedaan. Ja, maar ik denk ook dat... Natuurlijk, we hebben heel wat feestnummers, noem ze maar op. Maar ik denk ook als je een andere kant van jezelf laat zien. Je moet ook af en toe best wel misschien een liedje maken met de tekst. Altijd bij jou bijvoorbeeld is zo'n liedje. Ja. Als je naar de tekst luistert, ik vind het zelf een hele mooie tekst. En is iets minder feest, maar toch als je het weer hoort, denk je van hey. Harold Queens, dat is jouw partner in de muziek. Ja, Harold, HQ ja. Studio. Ja, absoluut. En die teksten, wie maken die teksten? Nou, dat doen we eigenlijk samen. Wesley, ik. Die komt met een idee, je weet hoe het gaat. Onderweg, je pikt het op, je zit in de auto, je schrijft teksten in. Als je dan gaandeweg het proces met elkaar bezig bent en ben je met zo'n liedje ook wel in de studio, dan ontstaat er altijd nog wel iets, komt erbij waar je denkt van hé, dit is ook grappig, dit is ook leuk, ja. Waar je dan nog niet bedacht had, maar zo werkt het samen. Zo gaat het. Deze twee mannen staan hier te wachten, we moeten natuurlijk stickers plakken, hè? Want ja, dat is de doelstelling. Ja, dat geloof ik. Maar dat gaat goed, dan moeten we even doen met nee, maar die mannen die staan al. Koeriersdienst Zwolle, hallo. Ja. Hi. Wie bent u? Colin Wester. Oh, en jij? Donny Dekker. Ja, Donny en Colin was het? Colin, yes. Colin, ja. De bus is een beetje vies, hè? Ja, en komt vanmiddag veranderen. Je was het net al even aan poetsen met de ramen, was het ding. Maar ja. Dat gaat niet helemaal goed, hè? Ja. Maar volgens mij, best wel, je hebt nog wel een plekje over maar een stiekem. Een schoon plekje. Ja, zeker. Mag dat? Ja, natuurlijk mag dat. Ja, okay. Voor mij wel. En een pen erbij, boekje, briefje vullen. Gaat helemaal goed. Ja, we willen de mensen toch even vragen hier langs te rijden. Tot 8:30. Prachtig. Raymond, we gaan het plakken. Goedemorgen. Kijk het goed. Ja, natuurlijk. Ja, maakt me niet uit. Hebben we er al over zitten? Nou, even schoonmaken, Raymond. Ja, ik heb een mouw eroverheen. Waar kom je vandaan, Raymond? Kampen. Kampen. En onderweg naar? Dricht. Ja? Of wat te doen? Onderhoud. Onderhoud van? Waterinstallatie. Ah, kijk. Dus je bent wel druk vandaag? Ik ben aardig druk vandaag. Ja. Ja. Ik plak hem erop. Helemaal goed. En die zit ook. Kijk, super. Hartstikke mooi. Heb je al een boekje en... Ja. Alles al? Ingevuld al? Ja, alles al. Ja. Oké, okay. Super. Goed. Goeie reis, hè? Hoi. Ja. Hoi, hoi. Leuk, bedankt. Doei. Nou, ben ik goed bij de radio. Ja, dat is een oversteek. Telefoon weg. Ja, dat is wel. Rechts? Ja, mag hier wel. Die is een beetje versleten. Ga ik hem er overheen plakken? Ja hoor. Denk je? Ik denk dat het wel heel rommelig wordt. Ja? Ja, denk ik. Ja. Wil jullie niet af dan? Weet ik niet. Ja, dan kan het wel, als je eraf trekt. Hey Kevin, vriend. Kevin. Oeh, die spoelen. Oude eraf, foto en de nieuwe erop. Gaat lukken. Duurt even, maar... Schuurpapier erbij. De ijzermening. Zo. Kijk. Het is wel precisiewerk dit, hè? Ik zou het ook mee. Dat goed met je. Een jaartje mee. Ja. Staat erop. Kijk. Ja, deze heeft er ook zo'n vorig jaar opgezeten, dus... Ik wil ook blijven opnieuw. Kijk, en die is weer fris, treurig, helemaal nieuwe kleuren. Hé, hey, dankjewel. Jullie moeten wel een klein beetje dezelfde maat stikken zo. Die andere die had er 10 jaar opgezeten, maar dat wijkt er iets af, jongens. Ja. Wat mee? Ja. Maar dit zijn de originele maten. We hebben uit de stad gehad naar andere stikken. Maar niet gebeurde. Ja. Ja. Hey, hey, Er zijn mensen die zijn weken, of tenminste dagen en uren op de loer om het net even te treffen, want het moet natuurlijk net in je route passen, hè? Ja, dat klopt. Ja, we zitten heel erg wat te kijken van onderling met collega's. Hey, heb je alle stickers gescoord? Maar ja, vandaag is het gelukt. We beginnen met drie personen in één vrachtwagen. Wat doen jullie voor werk? Nou, dat is helemaal geerders.
Even aan de keer. De wegwerkers. De zogenaamde vredetrekkers. Ja, jullie zijn een soort stuntmensen. Ja, een beetje wel. Ja, toch? Ja, een beetje wel. Ik heb hier Willem Mulder staan van Mulder Mulder. Ken je hem? Ja, ik ken hem. Zeker. Ken je zijn liedjes ook? Tuurlijk. Oh, oké. Willem, dat is toch mooi, hè? Ja, neem het over, Willem. Het is niet te geloven, niet te geloven. Ja, Gering wegmarkeringen. Ja. Ik moet zeggen, van, je ziet al die strep op de weg en dan weten wij precies hoe we op de weg moeten blijven. Ja. Ik heb er respect voor jullie. Ja, dankjewel. Ja, dat is wel oppassen. Ja. Je moet wel blijven kijken. Nou, dat is wel goed. Ja. Ja. Ook nog gevaarlijk werk. Ja, dat wel. Ja. Ja, dat gebeurt wel. Zeker iemand op de weg. Dat is wel duidelijk. Die dit nodig is. Ja. Toeter even, ja, als je langs rijdt. Toeter even. Is gezellig. Ja, ik moet zeggen, ze toeteren allemaal. Jongens, even toeteren. Mag ik de sticker op die, ja, laten we op die mooie truc? Ja, laten we dat doen. Maar volgens mij hebben we die heel gezellig op die truc. Of niet? Ja, dat is wel goed. Ja. Waar kan ik het plakken? Achter. Maar jij bent het over dat het laatste komt. Dat je met ons aan de rekening? Ja. We hebben dezelfde gedachte. Dus we staan in Malden en kunnen staan we nog even. Dan gaan wij alweer het steen op de steen. Je wordt netjes even wat spray gebruikt om het schoon te maken. Dus serieus werken, Willem. Dus, ja, dat is ook serieus. Het gaat goed komen. Nou, afslag. Nou, we gaan langer nog even 5 à 10 minuten pakken. En dan gaan we zeg maar hier ook vandaan. Willem, mag ik jou bedanken voor je komst hier naar het pompstation. En de actie mag ik jullie bedanken. Dat is altijd leuk om te doen. Wesley de groeten doen. Ga ik doen. En die nieuwe plaat, ja, dat ben ik heel benieuwd. Hij komt erop. Dank je. Dank je wel voor je stem. Had je al goed? Ja. Ik zal in, Frank. Heb je nog een stukje los? Ja, natuurlijk. Die is ook helemaal gek, maar die mist dat natuurlijk nou, hè? Ja. Ik heb een stapel voor mij. Oh, ik heb een heel stapel. Bedankt. Yo. Ik zit de hele week aan de loer door jullie. Super! Heet koud? Een beetje, ja, het is best fris, ja. Het staat hier al lang, hè, geloof ik, hè? Ja, na een klein uurtje. Ja, oké. Okay, het is niet heel warm. Het is voor het goede doel, hè? Toch? Absoluut, absoluut. Ja, het is gezellig. Ja. Wat moet ik even? Oh, dat is lekker warm in de auto. Ik ga een briefje geven. Kijk, wat moet ik hier invullen? Uw pincode. Nee! Dat komt zo aan. Willem Mulder die komt zo bij je. Ja, je wel. Als u het hier even wil, dan moet ik wel even terug. Dan moet ik Arnhem. Ja, nou, maar er is geen zeker automerk. Voor de camera's. Ik moet er wel een sticker op plakken. Mag ik mijn eigen auto plakken? Een sticker? Ja, tuurlijk, maar. Maar dit is de auto van het werk. Ja, dat is goed. Ah, dat is de vlagwagen moet er nog in. Wel zo. Doos. Ja, dit is al de plak. Heb je hem al in het pakken? Ja,
Een succesvolle actie hier. Dat was prachtig. Dus dat was om niet te vergeten. Precies. Dat schrijven we weer bij in de geschiedenisboeken.